Breda Nu. Je weet het meteen. In Nederland wordt in 2030 de gaskraan dichtgedraaid. Bij het Groenplein in de Nieuwe Vesten was een informatieavond waarbij mensen langskwamen om te praten over duurzame oplossingen. We zijn hier vanavond bij een voorlichtingsavond over hoe haal je nou je huis van het gas af na al die krantenberichten van de afgelopen weken. Ik werk onder andere voor de energiecoöperatie BRES en voor het Groenplein in Breda. En eigenlijk zijn dat allebei informatiebronnen waar mensen naartoe kunnen komen. De belangrijkste trigger is natuurlijk geweest dat het kabinet, de minister, heeft gezegd van we stoppen met gas uit de grond halen in Groningen rond 2030. En voor die tijd moeten we dus met z'n allen van dat gas af. En wat natuurlijk al veel langer speelt is de klimaatproblematiek. Ja, daar zijn sommige mensen natuurlijk al heel lang mee bezig. Er is hier allerlei informatie te vinden over hoe je dat dan kunt doen en in welke volgorde je van dat gas af kunt komen. De belangrijkste maatregel, die is heel makkelijk te vertellen, is gewoon dat je je huis ongelooflijk goed moet isoleren. Alle maatregelen die er zijn moet treffen. Ja, en dan kun je kiezen voor, die staan hier ook allemaal, een warmtepomp of een infraroodpaneel. Of kijken of je kunt aansluiten op het stadsverwarmingsnet. Iedereen heeft daar zijn eigen keuze in te maken. Ik kom bij heel veel mensen over de vloer. En er ontstaat op dit moment, soms merk ik, een soort lichte paniek. Hè, na al die krantenberichten van, oh god, nu moet ik binnen een paar jaar van het gas af. Die mensen wil ik toch wel terug geruststellen. Er is gewoon tijd. Maar het is echt wel nu de tijd om je te gaan oriënteren, te kijken welke mogelijkheden er zijn. En goed advies in te winnen. Van hoe ga ik dit nou doen? Breda Nu. Je weet het meteen.